Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? Ja, Rick, als er iemand in carnavalsland geen introductie behoeft, dan is het wel Tony Engbrink, alias Klein Teunke. Klein Teunke, zeker. Vanaf de oprichting in 1966 tot aan zijn dood in 2011 is Tony onafgebroken lid van onze vereniging. En ja, hij was natuurlijk wel iedereen kende hem al horen geworden. Hij was een gangmaker, puur zang. Hij was een graag geziene gast op vele feestjes. En eigenlijk, soms stinkt hij erg wil in, ook wel het favoriete onderwerp van menig Deurningen gala-artiest. Ja, dat was er zeker. Ja, en bijzonder natuurlijk, die beste man is veermaal adjudant geweest. En toen natuurlijk in 1974, toen mocht hij zelf prins werden. Dat was natuurlijk een fantastisch jaar. Ja, en wie kies je dan als adjudant? Dat was natuurlijk wel een ding in die jaren. En er was net een nieuwe schoolmeester in Deurning, dat was Joop ten Haven. En hij moest er meteen aan geloven. En Joop is niet meteen een meunig carnavalsman, maar hij was wel een meunig plichtsgetrouw. Dus dan heeft jou zeg, en heeft een fantastisch jaar metmaakt, samen met Teunke. En het was ook het jaar dat ze zelf als eerste de onderscheiding heb kocht en uitdeeld. En Teunke was er maar wat graag mee aan deel, want iedereen die maar zo'n ding wilde hebben, die kreeg ook zo'n onderscheiding. Ja, en ik denk dat je hem nog wel kunt bekijken, want hij is het enige netto Teunke, dat hij een museumpje heeft eigenlijk. En wel bij Gilm in de hal.